Ik leerde ze in een week kennen en ze kwamen in zakken terug. Ik ben Latoya Halatu, 38 jaar, van Molukse afkomst. Ik heb een dochtertje van 4 jaar en ik wist al heel jong dat ik in dienst wilde. Oké, klaar voor? In de boxhouding. Gelijk. Sharp. Yes? Oké, jam. Ik kwam op in 9 september 2007 als soldaat 3. Ja, is goed staan, heup draaien. 2 directes. En na mijn 3 maanden ben ik beëdigd als korporaal. Daarbij ben ik in 2010 op uitzending geweest. De eerste keer was Afghanistan voor 3 maanden en een korte verduur Mali. Kijk, lig op je rug. Ja, komt ie. 1, 2, 3, 4. Toen ik aankwam in Afghanistan was wel even van... Wauw, oké, wie ben jij? Want je bent een vrouw, je ziet eruit als een vrouw. Want je bent een bruin meisje, weet je, van een andere afkomst. En ik voelde me eigenlijk onder de collega's, voelde ik me gewoon thuis. Ik zat in Kamp Holland als regelpersoontje. Van post tot aan kantoorartikelen, tot aan materieel voor de helikopters. Waarom ik dienst in wilde, is mijn overgrootopa. Mijn overgrootvader, Willem Halatu, zat bij de KNIL, heeft gevochten tegen de Japanners. In 1944 is hij gesneuveld. Voordat ik op uitzending ben gegaan naar Afghanistan, ben ik naar Indonesië geweest. Toen heb ik mijn overgrootvader de graf bezocht. En ik heb de familie laten weten van, nou, mijn wens is toch... om mijn Oyang, hoe wij het zeggen op onze Molukse taal, overgrootvader te eren en defensie binnen te gaan. En de eerste reactie wat ik kreeg, als je opa had geleefd, had hij het niet goed gevonden. Wat hij mee heeft gemaakt, dat verdient niemand. Misschien klinkt het raar. Ik voelde zijn aanwezigheid en ik wilde naar binnen en hij sluit de deur. Dat gevoel voelde ik van, hij is daar niet mee akkoord dat ik toch defensie heb gekozen. Maar in een gebed hebben we toch nog toestemming kunnen vragen en de deur ging open. En ik heb mijn militaire ketting heb ik achtergelaten om te laten weten, ik ben de volgende generaties die in uw voetsporen stapt. En het afmaakt. De rode doek is onze cultuur. Het Molukse, wij noemen dat adat. Ongesproken wetten zijn dat. Als ik het niet bij me had, mijn rode doek, was ik niet compleet. Tijdens mijn eerste raketaanval was hij zeker bij me. Waardoor ik in gebed ben gegaan om te vragen of mijn overgrootvader daadwerkelijk bij me kon zijn. En me kon steunen, mijn engeltje. In de periode in Afghanistan heb ik 2 Australiërs leren kennen. En ik wist dat ze op patrouille gingen. En wij konden altijd vanuit onze post altijd zien wat en op afkomt op de flightlijn. En ik leerde ze in een week kennen en ze kwamen in zakken terug. Dat zal ik nooit vergeten. Want ja, je leert nieuwe vrienden kennen, nieuwe collega's. En ze komen in zakken terug. En dan moet ik ze gewoon naar huis begeleiden naar het vliegtuig om ze naar huis te sturen. Dat blijft me altijd bij. Hoi. Hoi, Yandra? Yandra? Oh, hij woke je op. Mijn partner is afkomstig van Fiji. Omdat Fiji een Britse kolonie is, zit hij bij de Britse leger. En op dit moment is hij werkzaam in Wales, in Engeland. Oh, still lockdown? We hebben zeker contact via FaceTime, via Facebook.
Dat gaat allemaal gewoon door. En de kleine is best wel gewend om gewoon video te bellen met haar vader. Oma, oma. Oma, daddy. Oma. Modeta. Pak maar even de bestek en de borden. Ik woon met mijn moeder en mijn zus en de twee kinderen. Ik heb een hele grote steun aan mijn familie. Zeker aan mijn moeder en mijn zus. Ik denk, ja, misschien nog een kippetje erbij. Heb je vol boord? Mijn eerste salaris toen ik op uitzending was, heb ik gestort naar de Molukken en voor de familie. Als waardering. En moet je ook op het woord wachten, ook op mama en ook op oma. Ik ben een tijdje uit Duits gegaan. In de tussentijd ben ik natuurlijk ook moeder geworden. Maar het zat nog diep in mijn hart van ik mis het. Ik mis de uniform, de kameraadschap mis ik. En dat ik met trots kan zeggen, Oya, overgrootvader, ik draag uw naam weer. Dus ik wilde terug. Draai je heup in. 1, 2, 3, 4, achter. Laatste. 1, 2, 3, 4. En rust. Waar heb je dan lopen tegenaan? Mijn conditie. Mijn conditie is het makkelijkste wat je kan trainen, toch? Ja, maar vroeger ging het makkelijker dan nu, zeg ik eerlijk. Want ik zeg ook eerlijk gewoon dat ik zeg maar, ah, weet je, ik ga vandaag. Weet je, ik doe het morgen wel. Ik stel het continu uit. Ja, dus eigenlijk een mentaal dingetje, ja, in principe. En als je defensie gaat, moet je juist de klop om. Vooral daar. Klopt. Want jij wil niet je maten laten zakken. Nee. Toch is straks weer in het leger ook. Dat ga je ook niet van, ja, ik heb gezien om te staan, blijf lekker liggen in bed. Nee, het is echt het mentaal en conditie. Ja. Mak je, man. Ja. Maar hoe vindt u dat nu, dat ik nu mezelf klaarstond voor defensie? Hoe vindt u dat nu? Ik vind het best wel moeilijk, want ja, werken bij defensie gewoon hier in Nederland. Blijf je dan hier of je kan ook worden uitgezonden. Nou, dan zit je toch met Koepamara. Ja, hallo! Lekker zingen, hè, dames? Ik ben de voorzitter van Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht. Waardoor wij eigenlijk de eerste generatie eren en respecteren door herdenkingen en kransleggingen bij te wonen. Tijdens de Veteranendag draag ik altijd de anjer voor sowieso alle militairen, alle veteranen, maar de grootste respect en eer is mijn overgrootvader. Ongeacht de geschiedenis van de KNIL-militairen is er gewoon plaats ook voor nu, voor deze generaties. In mijn hart draag ik mijn Molukse zijnde. Binnen Defensie kan je vrij uit zijn wie je bent. Waardoor ik eigenlijk toch met trots mijn achternaam draag. Daarbij ook gewoon mijn uniform dragen.